De beeldtelefoon heeft zijn intrede gedaan in ons land. Een experimenteel proefnet moet de PTT in staat stellen zich een oordeel te vormen over dit nieuwe communicatiemedium, waarmee mensen door een nummer te kiezen in beeld en geluid met elkaar kunnen communiceren. Dag meneer Bos. Dag meneer de Wilde. Zou u voor mij even wat in willen zoomen? Ja hoor, dat zal ik even doen. Ja, ik had u graag even dat kaartje willen laten zien. Er kan ook visuele informatie worden overgebracht. Via een kleine spiegel wordt het beeld dan op de cameralens geprojecteerd. We hebben dus op dit moment op het natuurkundig laboratorium in Eindhoven 15 aansluitingen. Dan krijgen we 11 aansluitingen bij Philips Telecommunicatieindustrie in Hilversum. Bij de centrale directie van de PTT in Den Haag 15. Zodra de spiegel wordt ingeklapt, wordt automatisch weer het beeld van de spreker zichtbaar. Het is de bedoeling van de PTT en Philips om in de praktijk na te gaan welke waarde de toevoeging van beeld aan een telefoongesprek voor de abonnees kan hebben. Vergaderingen op afstand worden mogelijk. Schema's, constructietekeningen, drukproeven, producten. Veel visuele informatie kan snel en gemakkelijk worden overgebracht. Kortom, de toekomst biedt kans op verrassingen. Een keer gebonden. Toet, toet.